We'll be right back.
Ja, dames en heren, 200 jaar koninklijke landmacht. In die tijd is er natuurlijk veel veranderd. En een van de grote veranderingen is dat wij bij de landmacht steeds meer in contact komen met andere culturen. En een voor de hand liggende is natuurlijk de islam. En een van de vijf pijlers van de islam is de zogenaamde Hajj, de bedevaart naar Mekka die elke gelovige moslim één keer in zijn leven gemaakt moet hebben. Dit gegeven inspireerde de Amerikaanse componist Stephen Melillo in 1999 tot het schrijven van het nu volgende werk, The Hajj. Maar dat gaat niet alleen over die moslims. Het is opgedragen aan iedereen die de wereld intrekt om zijn of haar idealen te verwezenlijken. En dit werk is dus prima op zijn plaats in een programma ter gelegenheid van dit 200-jarig bestaan van de Koninklijke Landmacht. Thank you.
U hoorde Egon Smit en Joris Lumey. 200 jaar, dat moeten wij met dit orkest nog maar zien te halen. Dit orkest bestaat sinds 2005. Maar het is wel ontstaan uit een fusie tussen de toenmalige Koninklijke Militaire Kapel, die een geschiedenis had die terugging tot 1829, en de Johan Willem Friso Kapel met een geschiedenis die zelfs teruggaat tot 1819. Dus eigenlijk het grootste deel van deze 200 jaar hebben wij wel degelijk onze bijdrage geleverd aan de evenementen van de Koninklijke Landmacht. Dat doen we met optredens bij militaire ceremonies. Wij nemen natuurlijk deel aan taptoes en wat dat betreft hebben we hele goede herinneringen aan de stad Breda. En we geven samen met chef-dirigent majoor Tijmen Bodma concerten. We kunnen dit natuurlijk alleen maar doen dankzij onze geweldige Rodi-ploeg. En met een van onze Rodi's kunt u nu gaan kennismaken. Rijd er maar, Pieter.
u Paul van Batenburg, dames en heren.
wedstrijd. Gelijk eerst op, hè. We spelen 4-3-3. Blijf ook spelen voorin als je links buiten staat. Vanavond heeft u een beeld gekregen van enkele mensen van de landmacht. Mensen van vlees en bloed. Mensen die naar hun werk fietsen en hobby's hebben. Mensen die lachen en huilen. Mensen die gewoon naast u kunnen wonen of bij u in de vereniging kunnen zitten. Om deze mensen draait het bij de landmacht. Want in het land optreden is het succes afhankelijk van de mens. In conflictgebieden lopen we tussen de lokale bevolking. Zo open als mogelijk, zo beschermd als noodzakelijk. In een omgeving waar de vrouw met de boodschappentas in een seconde kan veranderen tot een gewapende vijand. In die complexe en dynamische omgeving kijken onze militairen de mensen in de ogen. Landmacht militairen dragen, en vaak op jonge leeftijd, grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid van elkaar en van de burgers die op hen rekenen. Met in eerste instantie het woord en in laatste instantie het wapen als instrument. Elke militair heeft zo zijn eigen reden om dit leven te kiezen. Voor de een is het een roeping, voor de ander een tijdelijk avontuur. Wat hen bindt is de overtuiging dat er een krijgsmacht nodig is, omdat er altijd mensen nodig zijn die opkomen voor anderen. Ver weg en hier in Nederland. Mensen die fysiek en mentaal in staat zijn en de middelen hebben om door te kunnen gaan waar dat voor de gemiddelde mens niet meer mogelijk is. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Wij zijn nu 200 jaar een koninkrijk en onze landmacht is 200 jaar koninklijk. Met deze concerten willen we dat vieren. Met u. Want wij zijn uw leger. En dit is dus wie wij zijn. Mijn naam is Marten Kruijf. Ik ben een trotse commandant van de Koninklijke Landmacht. En ik hoop dat u dat gevoel met mij deelt. Thank you.
Thank you.
Thank you.